Goedemiddag, we staan vandaag voor het gemeentehuis van Maastricht. Een hele mooie dag. Zou je mij kunnen vertellen waarom u heeft gelopen vandaag en de afgelopen dagen? Ja, heel graag zelfs. We hebben gelopen voor jongeren met een beperking en ik vind dat al eigenlijk een vies woord. We hebben eigenlijk gelopen voor jongeren met talent en dus wij houden niet van etiketten, want zouden ze etiketten op ons hebben geplakt als broers zijnde, dan stonden we niet hier en hadden mensen geen geloof in ons, geen hoop in ons. En niet alleen voor deze jongeren, ook voor ouderen. Want vergeet niet, ouderen van 60 jaar zijn niet afgeschreven. Zelfs niet als ze in een rolstoel zitten. Ja, het idee is eigenlijk ontstaan. Ik ben toen ik een jaar of 18 was, toen heb ik in Albanië heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Daar heb ik 9 weken gezeten. Daarna heb ik nog een sponsorloop gedaan van Maastricht, Aken, Eupen, Moncho. En toen heb ik eens met mijn broer erover gehad. En toen zei hij, Gerard, zegt, God, dit is een fantastisch idee, laten we dat samen doen. En welke route hebben jullie precies gelopen? Ja, we zijn, zoals eerder gezegd, in Brussel in het Europees Parlement zeer goed ontvangen. Een stevige maaltijd gekregen. Dus als het ware getankt, zoals ze dat in België zeggen. En van daaruit zijn we eigenlijk een hele vrije route gaan lopen. We zijn mensen gaan bezoeken. Of dat nou langs scholen was of bedrijven. Om te vragen hoe zij denken over beperkingen. Maar vooral nog belangrijk, hoe ze ermee omgaan. En wij stonden er versteld van. Bijna in ieder familie zegt, ik heb een dochter wat autistisch is, of een zoon, of een neefje. Ik heb zelf persoonlijk ook een kleinzoontje met autisme. En dat vergt extra inspanningen. En persoonlijk vind ik dat Europa daar wat meer aandacht aan mag geven. En daarom vind ik dergelijke acties ook heel goed. En wil ik die ook graag ondersteunen als burgemeester van een piepkleine gemeente. Dus u bent ook vandaag persoonlijk een beetje betrokken bij deze dag? Ja, toen Huub mij belde, ja, toen wist ik natuurlijk, ik ken Huub natuurlijk ook al van zijn slagers en alles, van carnaval en zo verder. En bij mij persoonlijk in de familie, ik heb dus mijn oudste kleinzoon, is inderdaad ook autistisch. En dan weet je dat inderdaad heel wat extra inspanningen vergt. Iedereen heeft talent, maar je moet ze wel ontdekken. Veel geluk. Ja, ik heb zelf een zoontje die wordt opgehaald door het taxibedrijf, omdat hij heeft ook een beperking. Waarom hebben wij gekozen voor 7 dagen? Dat is het getal van volheid. Misschien is het een beetje bijbels, maar de dag begint weer opnieuw vanaf maandag. Maar ook die maandag moeten we die afgelopen 7 dagen niet vergeten. We doen dat voor de jongeren. Niet alleen voor mijn zoontje, maar ook voor jullie toekomst, voor de jongeren. En hoe zouden mensen jullie goede doel kunnen steunen? Ja, via Stichting Talent. Hè. En Huub heeft op zijn Facebook, hè, en 7 dagen onderweg op onze Facebook samen. Daar staat ook een donateurskaart. Dus ja, via dat kunnen zij dan geld storten. 3, 2, 1! Nou, ik heb steun gegeven aan het initiatief van Huub Adriaens en zijn vriend Gerard. Die zijn komen lopen vanaf Brussel naar Maastricht toe. En dat hebben ze gedaan om aandacht te vragen voor jonge mensen met een beperking. Zij willen heel graag laten zien dat jonge mensen met een beperking ontzettend veel kunnen. Daar halen ze geld voor op en ze hebben mij gevraagd om hen te steunen. En zelfs de laatste dag, we hadden nog wat energie over. Ja, als wij beginnen te lopen, dan gaat hier een stop om. En dan hebben we nog bijna 30 kilometer door ons mooie Maastricht gelopen om daar nog eens even goed aandacht op te vestigen. Dit is een hoogdag van de solidariteit vanuit België, vanuit ook Nederland. Een vriendengroet brengen, hart onder de riem steken van mensen die opkomen om mensen met autisme, om die te ondersteunen, daar fondsen voor te verzamelen. En dat hoort ook in deze tijden. Een beschaafde maatschappij is maar beschaafd in de mate dat ze voor de zwakste onder ons iets kan betekenen.